concentratie bij de beste veldrijders van de wereld in... En dat is vrij zeldzaam in het veldrijden. Een cross in Wallonië. Op de Citadel, die vesting hoog boven Namen. De Romeinen hadden hier al een tactische uitvalbasis. Kijk eens bij de start, zeg. Halverwege gaat het helemaal mis. Op die kassei in ochtend, zo'n val je lelijk. Maar de meesten kunnen verder, zo niet. De 35-jarige Klaas van Tornhout. Meervoudig Belgisch kampioen. Misschien wel einde carrière voor hem. Want het is sowieso zijn laatste seizoen. Daar zien we dat de wereldkampioen op niemand wacht. Wout van Aert met een enorme tempoversnelling. Lars van der Haar zagen we in een glimp en Mathieu van der Poel. Maar kijk eens, 9 minuten op de klok en de regenboogtrui is weg. Het verschil met de nummers 2 en 3 is heel groot. Toon Aerts rijdt hier, Mathieu van der Poel. Dit gat is groot na 9 minuten wedstrijd. Hij heeft er zin in. Gisteren geklopt in de Scheldecross door Mathieu van der Poel. Op een heel ander parcours langs de boorden van de Schelde. En hij wil revanche voor die nederlaag. Want het is tot nu toe het seizoen van de man in het wit. De Europees kampioen en de leider in de stand om de wereldbeker, Mathieu van der Poel. Aerts mist hier een bocht. Van der Poel, 22 wedstrijden dit seizoen, 18 zegens. Dit is de befaamde afhangende helling. En ook hij, technisch misschien wel de beste van allemaal, maakt foutjes op dit parcours. Zo zwaar ligt het erbij. Zuigende modder. Het is meer steppen dan fietsen. In name op sommige stukken. Kijk, de wereldkampioen. Keurig, dan haalt hij de bocht. Maar dan wil zijn achterwiel toch in een ander spoor. Ook hij onderuit. Het parcours vergt alles van deze mannen. Wout van Aert. Een paar weken de zon opgezocht. Accu opladen. Want het gaat straks in januari om de prijzen. De bel heeft geklonken. Laatste ronde. 1.38 is de voorsprong. Dus de laatste ronde wordt één grote ereronde voor de Vlaamse wereldkampioen in Wallonië. Hij gaat hier winnen, maar wie worden 2 en 3? Toon Aerts hier, gaat het goed met de bocht? Ja, maar bij Mathieu van der Poel gaat het helemaal fout. Die gaat rechtdoor, mist met zijn hoofd, maar net die boom. Gelukkig wordt door omstanders geholpen. Fiets zit een beetje vast. Van der Poel kan verder. Van Aert is inmiddels bij de finish. Die is op tijd in vorm. Hij heeft een break gehad, dus getraind in de zon. En hij weet de grote prijzen. Daar gaat het om in januari en in februari. Het WK is begin februari in Valkenburg en de wereldkampioen is dan op afspraak. Maar wie worden er 2 en 3 van der Poel gevallen? Maar die komt nog heel dicht bij de Belg. Toon Aerts schudt het hoofd. Aerts wordt tweede, Van der Poel derde. Was wat verkouden, maar wat een rare wedstrijd voor Van der Poel. Ja, was niet echt mijn beste dag tot nu toe. Dat heeft iedereen wel kunnen zien, denk ik. Maar al bij alles een derde plek nog niet zo heel slecht. Al is het verschil wel groot met de eerste. Staat er frisser bij dan dat ik dacht na de race? Ja, in de race zelf heb ik wel afgezien en was het vooral vechten tegen mezelf. Dus het is nooit leuk als je zo naar huis gereden wordt, maar ja, het hoort erbij en het kan niet altijd prijs zijn.